Dit is een uitwerking van opgave 32 van de voorbeeldtoets 2F van 2016. Wil je de opgave eerst zelf maken? Zet dan de film stil om de opgave te maken en kijk daarna verder. Lisa maakt 8 porties babyvoeding en de vraag is hoeveel gram aardappels heeft ze hiervoor nodig? We gaan eerst 8 porties uitrekenen. 1 portie is 200 gram en ze moet 8 porties maken. 8 keer 200 is 1600 gram. Ze moet dus 1600 gram babyvoeding maken. Het advies is om 40% aardappelen toe te voegen. Het moet dus 40% van 1600 gram zijn. 1600 gram is 100%. We maken er eerst 1% van, dus gedeeld door 100, en dan keer 40. Deze som reken je uit op de rekenmachine. Dat is 640 gram. Lisa heeft dus 640 gram aardappelen nodig.